Er is een mogelijkheid dat er verzet is van de Kamer tegen het pensioen van mevrouw de weduwe Rost van Tonningen. Onderwijsminister Deetman neemt toch het CDA-VVD bezuinigingsplan over. Het Internationale Rode Kruis mag van het bewind in Zuid-Afrika blijven. Goedenavond. Het ziet er naar uit dat morgen een meerderheid van de Tweede Kamer zal vragen om beëindiging van het pensioen van mevrouw Rost van Tonningen. In Den Haag, Gerard Arninkhoff. Morgen debatteert de Kamer over de vraag of het omstreden pensioen van de NSB-weduwe door moet gaan of niet. En vanavond hebben enkele grote fracties hun standpunt al bepaald. En daaruit blijkt dat zich een meerderheid aftekent om het pensioen te beëindigen. Het kabinet, dat tot nu toe vond dat de pensioenbetaling door moet gaan, heeft al laten weten de wens van de meerderheid te zullen volgen. De meeste fracties zijn niet unaniem over het stopzetten van het pensioen. Tweede Kamerleden die vinden dat het door moet gaan, baseren zich vooral op juridische argumenten. Maar de meerderheid kiest voor de oproep die de verzets- en oorlogsslachtoffers vorige week deden in een hoorzitting in de Tweede Kamer, namelijk stop het pensioen. De gedachtenwisseling kan ik het makkelijkste als volgt samenvatten, dat een meerderheid van de fractie van mening is dat de pensioenrechten van de betrokkenen waar het hier om gaat zouden moeten worden stopgezet. En ook een meerderheid van de PvdA wil stopzetting van het pensioen. De overgrote meerderheid van de fractie is van mening dat dat pensioen gewijzigd moet worden. Op wat voor manier? Waarschijnlijk, daar is ook enig overleg met de andere fractie voor nodig, maar inderdaad door het neutraal te beëindigen. De CDA-fractie was vanavond laat nog in discussie over het vraagstuk. Bij D66 tekent zich een meerderheid af om het pensioen wel door te betalen. Bedankt Gerard. Morgen vergadert de Tweede Kamer dus over het pensioen van de weduwe Rost van Tonningen. Vanavond was de weduwe te gast in het programma Nieuwslijn van Veronica. Extra maatregelen bij de hoofdingang van de studio, maar om mogelijke demonstranten te vermijden, kwam ze heimelijk via een achteringang. De uitzending zorgde voor veel emoties. De telefooncentrale van de NOS werkte op dubbele sterkte. Niet alleen in Hilversum veel telefoontjes, naar aanleiding van het interview met de weduwe Rost van Tonningen. In Utrecht heeft het informatie- en coördinatieorgaan voor oorlogsgetroffenen, ICODO, een speciaal opvangteam gevormd om de mensen die in problemen zijn geraakt door de uitzending telefonisch hulp te bieden. Ook in Utrecht is onze verslaggever Harmen Roeland. Harmen, hoe zijn de reacties daar? Wel Joop, ik ben hier sinds het begin van het interview met mevrouw Rost van Tonningen bij Veronica Televisie. Direct na het interview is de telefooncentrale roodgloeiend komen te staan. Wij zijn op dit moment in de telefooncentrale. De reacties gaan nog steeds door. In ditzelfde pand zitten op andere etages 10 deskundigen die de opbellers van dienst zijn. Adviezen geven, hulp verlenen. Ik spreek hier met de directeur van het centrum, meneer Maurits. U hebt net een rondgang gemaakt langs de hulpverleners. Hoeveel mensen hebben tot nu toe gereageerd? In het half uur na de uitzending hebben ongeveer 50 tot 60 mensen gereageerd, denk ik. En dat is in zo'n korte tijd bijzonder veel, uniek veel. Schoon we veel ervaring hebben met opvang van programma's over de oorlog. Wat ik me afvraag, de mensen die nu reageren, zijn dat nu andere reacties dan wanneer er bijvoorbeeld een documentaire wordt vertoond over de Tweede Wereldoorlog? Ja, de reacties zijn in overwegende mate geweldig boos over wat men noemt de leugenachtigheid van mevrouw Rost van Tonningen. Een grote meerderheid maakt met bezwaar tegen de uitzending als zodanig, omdat men vindt dat deze mevrouw veel te veel aandacht krijgt. En het zijn vaak zeer emotionele gesprekken. Kunt u mij een paar voorbeelden noemen? Ik noem hier bijvoorbeeld een mevrouw, een weduwe van 72 jaar, waarvan 41 de man door 206 SS is weggehaald en man is nooit meer teruggekomen. Een vrouw van 58 jaar die in de oorlog haar broer, vader en zusje vermoord heeft. Maar hoe reageren die mensen? Huilend. En ik denk dat je nog veel meer telefoontjes binnen zou krijgen wanneer
de gesprekken korter zouden zijn. Maar wij zijn een hulpverlenende instantie en we proberen deze mensen wat tot hun gemak te brengen. Of zo nodig in contact te brengen met een eigen hulpverlener, psychiater of wat dan ook. Mag ik er nog één noemen? Een militaire oorlogsweduwe man is in de oorlog gesneuveld en zij heeft een pensioen van 1700 gulden per maand. Dank u wel. Op dit moment komen er nog steeds reacties binnen in Utrecht. Joop, ik wil het hierbij laten en teruggaan naar Hilversum. Herman Roeland in Utrecht. En tot zover onze berichtgeving over de zaak Rost van Tonningen. Het woord is dus nu aan de Tweede Kamer. Morgen in Den Haag. En dan Den Haag, de Tweede Kamer. Vanavond het onderwijsdebat in de Tweede Kamer. Minder uren school of grotere klassen. Met dat voorstel van CDA en VVD ging minister Deetman van Onderwijs vanavond, zei het met veel tegenzin, akkoord. Tegen het plan van de twee regeringspartijen werd vandaag gedemonstreerd, hier op een school in Apeldoorn. CDA en VVD willen de keuze aan de scholen zelf overlaten. Of de kleuters minder uren naar school, of de klassen groter maken. Minister Deetman wilde liever alle vierjarigen later naar school laten gaan. Niet meteen na hun vierde verjaardag, maar pas aan het begin van het nieuwe schooljaar. Maar daar waren CDA en VVD tegen en ze kwamen gisteren met hun alternatief. De oppositie keerde zich vanavond in de Tweede Kamer fel tegen dat plan. Volgens PvdA-woordvoerder Wallagen komt het neer op grotere klassen. Hij noemde het een dictaat voor de minister, die er wel tegen zou moeten zijn. Hier kreeg toch een minister een dictaat van twee regeringspartijen. Hij mag nog wel een vraagje stellen, maar de wezenlijke vraag is vergroting van de groepen in het Nederlands basisonderwijs verantwoord? Die wezenlijke vraag kan deze minister niet meer beantwoorden. Minister Deetman bleek inderdaad veel moeite te hebben met het plan, maar hij slikte het toch. De voorzitter zei het met enorm veel pijn in het hart. Want ik vind in een hele moeilijke situatie waarin we verkeren het voorstel van het kabinet beter, maar met veel pijn in het hart kunnen wij niets anders zeggen dan dat indien de Kamer dit amendement zou aanvaarden, ons niets anders rest dan het te accepteren. Maar wij doen dat met zeer weinig vreugde. Ja, en dan was het vandaag verkiezingsdag in de Midden-Betuwe en de Bommelerwaard. 17 gemeenten in dit gebied kozen een nieuwe raad. Eigenlijk zijn het verlaten verkiezingen. Tijdens de algemene gemeenteraadsverkiezingen in maart stond in het rivierenland van Midden-Betuwe en Bommelerwaard een herindeling van de gemeente voor de deur. Dus had stemmen toen geen zin. Maar de plannen voor herindeling strandden in het parlement, met als gevolg een voorlopig uitstel. En dus moest er nu alsnog gestemd worden, zoals hier in Buren. Een 500.000 mensen kon vandaag naar de stembus. Van een echte verkiezingssfeer was geen sprake. Hier en daar wat affiches. Maar de alledaagse plaatselijke politiek leek niemand echt hoog te zitten. Anders ligt dat met de herindelingsplannen. Daar wordt nog flink over gediscussieerd. De meeste inwoners zijn tegen een herindeling en dus tegen het verdwijnen van gemeenten of het bestuurlijk verschuiven van dorpen naar andere kernen. Dit dorp heeft een hekel aan herindeling op basis dat wij de anonimiteit, het kleinschalige, het dicht bij de bestuurder zijn en het functioneren als een soort ombudsman, wat nog ken. Waar raadsleden uiteindelijk benaderd worden, s'avonds desnoods om 11 uur, als het moet, als er een calamiteit is, s'nachts, om uiteindelijk te bewaren, niet waar, licht valt uit, er is stroomstoring, niet waar, en dan zeggen ze niet waar, ja, die man zal het nog wel opknappen. Wat natuurlijk in grotere steden, grotere plaatsen natuurlijk niet kan. Omdat er in de meeste gemeenten veel plaatselijke groeperingen meededen, is de uitslag niet maatgevend voor het landelijke politieke beeld. Het is 11 uur geweest, dus maar niet meer bellen. En dan de ABP-affaire. Volgens Masson heeft wethouder Hagenaar van Nieuwegein als getuige in het ABP-proces gelogen. De hoofdverdachte in deze affaire uitte die beschuldiging vandaag voor de rechter in Maastricht. Masson heeft het ABP-dossier grondig bestudeerd, zo blijkt tijdens de zittingen. Overal waar hij maar kan wijst hij in de processtukken op onjuistheden. Zo ook vandaag bij de behandeling van dit stadscentrum van Nieuwegein. Aan het project kleefden volgens justitie steekpenningen. En voor de bouw was het inschakelen van aannemer Nelissen nodig. Want daar kwam het geld van de steekpenningen vandaan. Masson zou persoonlijk Nelissen erbij hebben gehaald. En vervolgens aan de oorspronkelijke bouwer Wilma hebben opgedrongen. Althans, zo luidt de aanklacht. Masson blijft volhouden
dat het meedoen van Nelissen een eis was van de gemeente Nieuwegein. Ondanks alle verklaringen die het tegendeel beweren. De belangrijkste daarvan is die van wethouder Hagenaar van Nieuwegein. Deze zomer afgelegd in het proces tegen Van Zon. Toen die verklaring vandaag ter sprake kwam, sloeg Masson terug. Leugens, selectief geheugen, duimzuigerij, pertinent onjuist. De beschuldigingen vlogen door de lucht. Het was volgens Masson deze wethouder die Nelissen erbij wilde hebben. Hij had nauwe banden met de aannemer. En tijdens een diner waar de toenmalige hoofddirecteur van de Dussen van het ABP ook bij was, is toen besloten Nelissen erbij te halen. Waarom? Omdat de gemeente Nieuwegein dat wilde. Zo is het gebeurd en niet anders, aldus Masson. Masson wees nog meer zwakke plekken aan in de verklaring van Hagenaar. En de rechtbank wil daarom volgende week het geheugen van de wethouder wat opfrissen. Lijkt me een gezonde zaak, beaamde Masson. We gaan even naar het buitenland. Het Internationale Rode Kruis mag toch in Zuid-Afrika blijven. Nadat vorige maand een Zuid-Afrikaanse regeringsdelegatie van een Rode Kruisbijeenkomst in Genève was uitgesloten, liet Pretoria weten dat de vertegenwoordigers van het Rode Kruis dan ook Zuid-Afrika uit moesten. Maar de voorzitter van het Internationale Rode Kruis heeft president Botha nu een brief gestuurd waarin hij het uitsluiten van de Zuid-Afrikaanse delegatie onjuist noemt. En de regering daar heeft daarom besloten dat het Rode Kruis toch mag blijven werken in Zuid-Afrika. In Soweto bij Johannesburg is begonnen met de ontruiming van een illegaal woonkamp. De zwarte bewoners moesten van de politie hun krotten van hout en golfplaten afbreken en vertrekken. Het was niet de eerste keer dat ze gedwongen zijn te verhuizen. Sorry, sir. Can I tell us what is happening? I can. Because they said we must move out from that other, the old Mikukune, to move on this side because they got the water there. And then if we are here, they move it away again, the westland. Why are they moving you out? I can't tell you nothing. Volgens de politie hebben radicale jonge zwarten geprobeerd de bewoners te beletten hun hutjes af te breken. En daarop is de politie het kamp ingegaan en heeft de jongeren met traangas weggejaagd. En schakelend langs de diverse televisienetten zal het u niet zijn ontgaan. Er is vanavond gevoetbald, Europa Cup voetbal. Om precies te zijn, de derde ronde in het UEFA Cup toernooi. FC Groningen kwam vanavond verrassend tevoorschijn door thuis de Portugese club Vitória Guimarães met 1-0 te verslaan. En de Groningers moeten nu over 2 weken in Portugal de return spelen. Een bomvol Oosterparkstadion vanavond. 20.000 toeschouwers zagen de ploeg van FC Groningen in de 5e minuut scoren. Het enige doelpunt, zo bleek later. Commentator is studiosportcollega Evert ten Apel. Meesen. Van Dijk. En een buitenkansje voor Meesen. Zoekt het hoofd van Houtman, vindt het niet, maar wel het hoofd van de kop. En een schitterende snelle treffer voor de FC Groningen. 5 minuten, Johan de Kok. Van Dijk. Bij toeval komt die bal dan weer bij Meesen. Die daar is blijven staan. En de Kok die helemaal vrij staat op zijn voorhoofd. In de linkerhoek van Jesus. En dit had Groningen slechts kunnen dromen. 1-0 door Johan de Kok dus. Die zat. Maar niet alleen in Groningen is er dus gevoetbald vanavond voor de UEFA-beker. In 7 andere Europese steden werd er eveneens gespeeld. En hier zijn de uitslagen. Dundee United, Ajax Split, 2-0. AA Gent tegen IFK Gothenburg 0-1, Dukla Praag Inter Milan 0-1, Spartak Moskou tegen de FC Tirol 1-0, Bayern Uerdingen tegen de FC Barcelona 0-2, AS Torino, de club van Wim Kieft, tegen SK Beveren 2-1 en tenslotte Glasgow Rangers tegen Borussia Mönchengladbach 1-1. We blijven nog even in die stad Groningen, bekend om de FC, maar ook vanwege het wereldkampioenschap dammen. In de 14e ronde een verrassende ontwikkeling, want koploper Rob Klerk speelde gelijk.
De concurrenten, Baljakin en Dipman, die profiteerden daarvan. Ze wonnen hun partij en delen nu met Rob Klerk de koppositie met elk 19 punten. U ziet het, hier is het nieuwsoverzicht. President Reagan is vanavond voor 4 dagen op vakantie gegaan, te midden van de ergste crisis in zijn regeerperiode. Behalve de geheime wapenhandel met Iran wordt hem nu vooral verweten dat medewerkers van hem in staat waren geld uit die handel door te sturen naar het rechtsverzet in Nicaragua, volgens Reagan buiten zijn weten. De voormalige senator Tower heeft vandaag opdracht van Reagan gekregen een onderzoek in te stellen naar het functioneren van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad. Opschudding in een wijk in Zaltbommel waar een onderzoek wordt gehouden naar vele gevallen van kanker. Dat onderzoek moet uitwijzen of een chemische fabriek mogelijk de veroorzaker van de ziekte is. Omwonenden klagen al jaren over stank. De fabriek ontkent dat er kankerverwekkende stoffen vrijkomen. In een verpleeghuis in Utrecht is Betico Cruz overleden. Cruz was op Aruba de leider van de grootste politieke partij, de MEP. Hij kreeg vorig jaar december een auto-ongeluk waarbij hij zwaar gewond en in coma raakte. Betico Cruz wordt zondagmiddag op Aruba begraven. Het nieuws is op, maar de weerkaart nog overvol met Han Mellink daar nog bij. Ja, een volle weerkaart, boordevol interessante informatie, zeker voor de liefhebbers. Erg koud is het op het ogenblik niet in Noord-Europa. Wel koud, wat vorst in Rusland tot aan de Zwarte Zee. Hier aan de Turkse Riviera, 20 graden vanmiddag, erg zonnig was het daar. Een oude depressie in het midden van de Middellandse Zee en hier ook weer wat zon. Dit is de regenzone die vandaag over ons land trok en verder zien we hier wat buiig weer boven de Britse eilanden. De eerste foto is de foto van de depressie in de Middellandse Zee. Rome en Tunis zien we liggen. In het zuiden van Italië, ook aan de overkant van de Middellandse Zee.